De stembussen worden weer ingeladen en de leden van het stembureau aan de Biesbosstraat in Alkmaar kunnen onverrichte zaken naar huis. Door een brand in een woning in een appartementencomplex kan er niet gestemd worden. Ja, we kwamen hier aan om 7 uur, want dan moeten we openen en alles neerzetten. En toen was er binnen de kortste keren allerlei brandweer, ziekenwagens. Dus het was gelijk allemaal goed wat aan de hand, ja. Door de brand raakte een oudere mevrouw gewond. Er werd nog een traumahelikopter ingezet, maar die bleek uiteindelijk niet nodig te zijn. Door de hevige rook moesten bewoners van naastgelegen appartementen tijdelijk hun huis uit. De brand zou volgens een van de bewoners in de keuken zijn ontstaan. Ja, door een smeuling. Er was geen vuur of zo. Er zag zwart van de rook toen ze de deur openbeukte. En ik stond tril op mijn benen. Vreselijk. Dit is de eerste keer zo lang ik hier woon. Dit stembureau blijft de hele dag gesloten, maar de kiezers kunnen terecht bij een ander stemlokaal. Een rare dag, denk ik zo. Ja, zeker. Nou gaan ze kijken voor een andere plek voor ons, waar we kunnen zitten. Wat haalt u ervan? Nou ja, ik vind het wel jammer. Ja, je bent er toch op voorbereid. En, ja, dat is toch wel, dat heb ik wel meegemaakt op deze manier.